Hij is daar weg op links. Wordt Mario Gian Figlio gezond. Goeie aanhoud, goede beweging. Schot op de lat, wat een pech! Dit programma van Leiden Amateurvoetbal wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Het is zaterdag 9 december. We zijn in Zoeterwoude voor de wedstrijd. De topper, mogen we wel zeggen, tussen Meerburg en Oesgeest in de vierde klasse A. Daar met de opstelling van Meerburg. Met misschien wel de meest opvallende naam, Mees van der Schuit. Een jongeling aan de kant van de thuisploeg. De opstelling van Oesgeest met over het algemeen de vertrouwde namen. En in ieder geval ook een basisplaats voor Floyd de Ridder. Bij de ploeg van Huig-Jan Heringa. Daar met de opbouw van Sjoerd Winkelman namens de bezoekers. Oesgeest dan aan de linkerkant weg. Wordt Gian Figlio gezocht. Nog niet gevonden. De Hollander pikt dan op. Zet daar dan wat tegenstanders opzij. Maar blijft dan een beetje hangen rond de 16. Gooit hem dan naar de andere kant naar Roy Elkerbout. Goed schot van Roy Elkerbout. En daar zit nog een handje aan. Ja, dan krijgen we daar een corner. Maar dat levert dan niets op. Goede poging van Elkerbout. Meerburg dan. De ploeg heeft 3 van de laatste 4 wedstrijden verloren. Uitstekend gestart in de competitie. Maar de klat zit er toch wat in. En hier dan de aanname, wilde ik zeggen, van Tom Klumperman. Maar dat lukt niet. Dus Meerburg is erbij gebaat om weer eens een driepunter te halen. Moet dat gebeuren tegen Oesterijs. Daar Kevin Driessen speelt daar Den Hollander in. Daar balverlies kan Meerburg overnemen. En daar is Max van Steen weg. Max van Steen haalt uit en scoort. Prima goal van die spits. Ja, dat soort kansen moet je deze spits niet geven. Want altijd is hij gevaarlijk voor de tegenstander. Zo ook nu. Balverlies op het middenveld via Den Hollander. Dan wordt de tackle nog ingezet door Sjoerd Winkelman. Maar Van Steen komt daar als winnaar uit. En klopt dan ook de doelman Gijs Jansen. En zo leidt Meerburg met 1-0 redelijk vroeg in de wedstrijd. Wel goed voor de wedstrijd, want dat betekent dat Oesgeest moet gaan komen. En dat maakt het allemaal nog aantrekkelijker. Daar Oesgeest weg aan de rechterzijde met Bob den Hollander. Goede beweging. Is daar 1 man kwijt? Is daar 2 man kwijt? Moet dan nu het overzicht houden? Doet hij ook. En prima goal van Mario Gian Figlio. De buitenspeler daar aan de kant van Oesgeest. Maar ja, daar moet toch wel de felicitatie vooral uitgaan naar Bob den Hollander. De aanvoerder hier met een uitstekende actie. En de verdedigers worden daar weggezet alsof ze er niet staan. Onder andere Tim Straathoff en dan het afwerken van Gian Figlio. En zo hebben we de stand weer in evenwicht. 1-1. Oesgeest dan inmiddels op de 3e plaats op de ranglijst. Probeert natuurlijk in de buurt te blijven van Tijlingen en SCZ. Hier met Gian Figlio die weg is. Een niet te missen kans voor Bas Brom. Mist dan wel, maar dan is het uiteindelijk weer Mario Gian Figlio. Die daar het laatste zetje brengt aan dat doelpunt. Wat ongelukkig verdedigd bij Meerburg in die laatste situatie. Goede uitbraak, dat moet gewoon gezegd worden. Daar Bas Brom. Wordt dan het doel verkleind door Nick Klein. En dan is het uiteindelijk dus Gian Figlio met zijn 2e treffer. En zo leiden de bezoekers. De ploeg van Huig-Jan Heringa met 1-2 hier aan de Rijndijk of aan de A4. Het is net hoe je het noemen wilt. Daar is Lars Barten weg namens Meerburg. Komt dan in de hoek. Wordt dan uitverdedigd. Is allemaal wel heel erg kort. Wordt daar door Oesgeest dan uiteindelijk nog steeds die bal in de ploeg gehouden. Daar is het dan inleveren. Kan Meerburg overnemen. Komt daar aan de kant van Klumperman. Maar die smoort dan uiteindelijk via Kevin Driessen in de handen van Gijs Jansen. 1-2, daar een aardige overtreding op Sifan Cheneau. Ja, dan een opstootje. En ja, de heren zijn het duidelijk niet met elkaar eens. Nou, ik zag er ook wel een overtreding in, moet ik zeggen. Nou, Guur weer. Ja, dat is eigenlijk het verhaal van de laatste 5-6 weken. Helaas op de zaterdagmiddag. Maar we kijken wel naar een aantrekkelijke wedstrijd. Inmiddels in de 2e helft met Gian Figlio op de lat, zeg. Wat een goede poging daar van de man in vorm die daar dus al 2 doelpunten op zijn naam bracht. En nu bijna de 3e. Nu dus wat pech, maar Oesgeest leidt nog wel met 1-2. Daar dan aan de linkerkant Klumperman brengt die bal in de 16. Wordt weggekopt. Niet goed weggekopt. Dan kan Oesgeest uitverdedigen, wil ik zeggen. Daar is dan ook weer een overtreding. We gaan daar rollen ze
Bij de vleet, daar Las Barthe en Chenot zijn dat. Een vrije trap resteert dan uiteindelijk voor Meerburg. Komt die bal daarvoor? En dan wordt hij binnengekopt door Sam van Braak, de centrale verdediger van Meerburg. Dan zijn er protesten aan de kant van Oestreest. Ja, is dat dan terecht? Ja of nee? Die bal gaat via, ik meen de rug van Riesen, daar dan uiteindelijk via Sam van Braak in het doel. En dan is het wat onvriendelijk allemaal in het doel. Maar het kon uiteindelijk gesust worden, gelukkig. Dan 2-2. De stand dus weer in balans. Met beide wedstrijden die vol voor de overwinning gaan. Daarna weer met een overtreding. Dan zijn we het weer niet met elkaar eens. Wat duwen en trekken. Ja, het begint een beetje vervelend te worden. Dit soort acties zijn allemaal niet nodig. Maar er komt dan wel een gele kaart uiteindelijk uit voor een speler van Oestgeest. 2-2. We zitten inmiddels ruim een kwartier in de tweede helft. Met Meerburg dan aan de linkerzijde. Daar met een poging van Otis Derksen pas ingevallen. En die smoort dan uiteindelijk pas op het laatste moment. En kan Oestgeest weer uitbreken via Jannik van der Mil. Dan uiteindelijk daarbij Peres Albers. Geeft de bal over de hele. Wordt onderschept door Meerburg. Dan aan de andere kant van het veld inmiddels weer Meerburg. Wordt daar geplukt door Gijs Jansen. En die gaat dan ver uittrappen. En die komt dan uiteindelijk bij de Hollander, wilde ik zeggen. Maar wordt daar verdedigd. Wel opgevangen door Oestgeest met Jannik van der Mil. Dan Den Hollander. Den Hollander houdt het overzicht. Zoals hij eigenlijk vrijwel altijd doet. Daar dan het balletje in de 16. Maar dat is een makkelijke prooi voor Nick Klein. De doelman van de thuisploeg. Die hier weer aan het werk wordt gezet. Trapt dan die bal naar een van zijn verdedigers. Kan Meerburg er niet uitkomen. Kan Oestgeest weer overnemen. In de wedstrijd die op en neer gaat. Gian Figlio. Dan uiteindelijk naar Den Hollander. Weer terug naar Gian Figlio. Die de bal gaat voorlangs. Jongens, jongens, jongens. Zijn we al kansen in deze wedstrijd. Maar we hebben nog steeds geen winnaar. Terwijl het weer niet beter op wordt. Het blijft gewoon regenachtig. En dan die harde winter bij Guur. Dat is het. Maar de spelers maken het publiek, vermaken het publiek met heel aantrekkelijk voetbal. Daar dan met een schotje dan uiteindelijk van Peres L. Alberts van Oestgeest. Daar is Derksen dan weer weg. Otis Derksen. Niet Otis Redding. Dat is weer een hele andere tak van sport, zullen we zeggen. Daar wel een goede voorzet. Maar dan uiteindelijk net te hoog voor een van de medespelers. En dan kan uiteindelijk Oestgeest daar aan de linkerkant weer aan een aanval gaan denken. Dat gaat dan uiteindelijk gesmoord worden door Meerburg. Maar is er wel een overtreding gemaakt. En zo krijgen we dan een vrije trap uiteindelijk in het voordeel van Oestgeest. Komt die bal daar hoog voorgeslingerd. Dan is daar het laatste zetje van de ingevallen Daan Morsel. En dan is het 2-3 voor de bezoekers. Valt dat doelpunt toch nog 5 minuten voor tijd. Daar wordt die bal de 16 ingebracht. En dan is het niet kordaat optreden van de verdediging. Nick Klein komt te laat. En is het Daan van Morsel, de gevierde man. Hij krijgt de felicitaties natuurlijk. Want hij lijkt de beslissende te gaan maken. Of krijgen we alsnog een gelijkmaker. Meerburg blijft te proberen natuurlijk. Nu in de 16. Daar komt een schot. Oh, die gaat voorlangs. Dat was wel een mogelijkheid om de stand andermaal in evenwicht te brengen. Lukt niet. Maar er is nog even te spelen. Nu in de extra tijd. Tom Klumperman, die zich sterk maakt. Wint dan het duel. Weer wat gooi- en smijtwerk. Krijgen we nog een vrije trap voor Meerburg. Die gaat een 16 in komen. Dat scheelt allemaal heel weinig. En daar op het laatste moment Gijs Jansen. En zo blijft het spectaculair tot in de laatste secondes van de wedstrijd. Maar nog altijd die voorsprong van Oestgeest 2-3. Daar met Meerburg. Ze blijven het proberen. Dat moet gezegd worden. De ploeg van Nick Poot wil hier natuurlijk niet gaan verliezen. Maar met deze inzet ga je het niet meer redden. Daar is het plaatsen wel. En zo zakt Meerburg terug naar de 6e plaats. En blijft Oestgeest 3e. En komt in verliespunten op gelijke hoogte met SJZ. 2-3 hier in Zoeterwoude.